kijk, voor die twee parlementen is het goed om een bilaterale relatie te onderhouden. We kennen de kracht van India en er bestaat ruimte om samen te werken. Dus we gaan gebruik van maken. Tenminste er een historische relatie bestaat van ongeveer 150 jaar met het land. En wij gaan dan gebruik maken van de gelegenheid om die samenwerking te verstevigen. Op dit moment gaat het meer om het uitwisselen van kennis. We kunnen onze mensen sturen om trainingen te volgen, staf, maar ook personeel. Fractieleider, voor het eerst in de geschiedenis hebben we dus dat de voorzitter van het parlement van India Suriname bezoekt. Hoe kijkt u zelf tegenaan dit bezoek? Nou, het is altijd positief wanneer grote machten, en India is een grote democratie, en als speaker, de voorzitter van het parlement van daar, Lok Sabha, Suriname bezoekt, is het altijd een eer. En ik denk dat we diverse mogelijkheden kunnen aanknopen om dat uit te zoeken. En die samenwerkingsverband die we tot stand kunnen brengen om dat uit te zetten. Ik heb me laten vertellen en ook sommige van onze juristen of personeel zijn destijds, hebben ze stage gelopen bij India's parlement. Dus we moeten naar dat soort mogelijkheden kijken om zeker het personeel en zeker wetgevingszaken die in de uitvoering, daar moeten we naar uitkijken. Maar het meest markante, omdat ik ook vanwege mijn vanwege mijn participatie in IPU-verband ontmoet ik vaker parlementariërs van India. Weet ik dat zij heel wat geautomatiseerde systemen, IT-systemen hebben opgezet. En daar kunnen we heel wat van leren. En misschien dat we van documentatiesystemen tot betrokkenheid van die samenleving, dat proberen te bevorderen. Wetsproducten, wanneer die behandeld worden, dat men ook simultaan kan mee participeren. Dus dat zijn mogelijkheden die we kunnen inbouwen in samenwerking met zo'n parlement dat op dit soort zaken al voorloopt.